ek was daar. Ek het gesien, ek het dit beleef. Toe die dudes by die festival aankom en hy bass drop. En toe is dit OMG. Sit jy handen op, terwyl die beat klop. Sit jy handen op, sit. Ek het nog nooit so iets in Afrikaans gehoor nie. Ek was net like, heeltemal obsessed met brasse. Ek het gevoel, ons moet iets meer doen met ons taal. So hy mis altijd met stereotypes uit de kant. Nationally, het mense begin besef, ja, die skin op die campplek is amazing. Ons getrain is like a 9 to 5. Ek het my oma gesê, ons gaan Belgium toe. They just took that audience. Everybody wanted a piece of that. There were definitely problems representing Brasa Bunny Cup. In enige groep is daar scenario's waar daar vibes gaan gebeur. Beef is een ugly ding, man. Ik ben tired of you know, so you're picking praat. Die eerste ding wat ze denken is, hey, is dit die einde van Brasa Bunny Cup? Like, stop die hele bezigheid in die zoom. Dit was een beetje taxing en een beetje bijen. Dit is de eerste keer wat ik over het praat.